Ja, ja, ja. Hier is Kafke. En hier is Gulli. Is dat jouw rolmaat, of niet? Oh ja, dat ken best. Ik sta op de stijger. Stijger, stijger, stijger. Kom geen optredens meer krijgen. Krijgen, krijgen, krijgen. En mijn baas die liep te zeiken. Zeiken, zeiken, zeiken. Dus nu weg. Het carnaval in Nederland gaat dit jaar helaas niet door. Maar dat weerhoudt de Drunense zanger Kafke er niet van om een bijzonder carnavalsnummer te schrijven. Samen met Gulli probeert hij de hitlijsten te bestormen. We hebben natuurlijk gewoon een plaatje gemaakt. Samen met ras-echte carnavalsartiest Gulli. Ja, en dat is een hele leuke plaat geworden. Die al heel goed ontvangen is. Heel veel leuke reacties op gehad en veel streams. En ik hoop dat die tijdens carnaval lekker vanaf de stijgers gedraaid wordt. Het is van Bilal Wahib, die had een plaat Tigers, die is redelijk populair geweest op TikTok. Je gaat een beetje lallen met je vrienden en daar komen leuke ideeën uit. En zo is deze ook weer ontstaan. Afgelopen zomer op een terrasje na een paar biertjes gezellig kletsen. Die hit was aanwezig en er werd omgedacht. Zo was een carnavalshitje geboren. Sowieso met het nummer totaal vanaf dat je met het idee komt tot aan uitbrengen ben je zeker 3 tot 4 maanden bezig. Je gaat eerst schrijven, als de tekst helemaal staat ga je de studio in om te produceren. Muziek erbij maken als dat plaatje compleet is, dus het past lekker bij elkaar. En de muziek staat een heel eind, dan ga je een videoclip schieten. En zo bouw je naar een mooi eindresultaat. Wat voor soort reacties? Mensen die het leuk vonden dat we tijdens corona toch nog een carnavalsplaat maakten. Ook mensen die op de steiger staan te feesten, die het filmpje doorsturen. Dus, oh, op de steiger. En dat soort filmpjes kunnen we natuurlijk niet genoeg krijgen. Dat is prachtig als mensen er zo op reageren. Ja, dat soort dingen, dat is super leuk om te krijgen.